Nou, als kind wist ik wel dat ik iets met design wilde doen. Ik was altijd aan het tekenen, ik was dingen aan het maken, ik was altijd met mijn handen bezig. En waar ik me vooral op richt is op een duurzame manier verf ontwikkelen om stoffen te verven. En dat kan heel goed met pigmenten die gemaakt worden door bacteriën. Die bacteriën die groeien en op het moment dat ze gaan vermenigvuldigen, ergens in dat proces maken ze ook kleur. En die kleur die blijkt dus heel goed geschikt te zijn om stoffen mee te verven. En dit is een verf die heb ik eerder gemaakt en hier wil ik heel graag wat testjes mee doen op schoenzolen. Dus we gaan nu naar mijn studio en dan gaan we zien hoe het werkt. Ja, mijn naam is Ilva, ik ben 31. Ik werk in mijn studio vanuit Rotterdam. Ik ben modeontwerper en leg de focus vooral op duurzaamheid en op innovatie. Nou, ik werk voornamelijk met zijdes. Ik werk met Peace Silk en dat is een zijde waarbij de rups blijft leven. En het is een heel duurzaam materiaal. Het is ook verkoelend in de zomer en het houdt je warm in de winter. Dus je kan er eigenlijk heel veel, als ontwerper kan je er heel veel kanten mee op. En wat ik heel mooi vind, het volgt het lichaam heel erg. Dus... Nou, dit is dus een van mijn laatste resultaten die ik heb getest. Het is een mengsel van verschillende soorten plastic. En je kan hier verschillende meubelstukken mee maken, hele mooie tafels. Ze staan toevallig ook bij de Bijenkorf, dat is wel heel erg leuk. Dit zijn twee soorten bacteriën waarmee ik heb gewerkt. En zoals je ziet, zijn er al best wel veel verschillende nuances mee te behalen. Stukken textiel. Dat kan je dus eigenlijk behalen door hem in zo'n verfbad te doen. Nu wil ik deze een tweede verfbad geven. Ik ga hem erin doen. Het leuke is hier in Microbia vertellen we allerlei verschillende verhalen waarom microben nou eigenlijk pigment maken. Heel uitlopend, natuurlijk niet alleen maar om jouw stoffen mooi kleurtje te geven, maar dat doen ze om zichzelf te beschermen tegen UV-licht. Anderen gebruiken het als pigment om, nou, net als planten, om te fotosynthetiseren, dus om zuurstof te maken. Maar de bacterie eigenlijk die jij gebruikt, Xanthinobacterium, en het leuke is, we vinden hem ook terug op de huid van de roodrugsalamander. Die wordt bedreigd door een huidinfectie door een schimmel. En daar werkt hij dus eigenlijk samen met die Xanthinobacterium om die schimmel te bestrijden. En dat is natuurlijk ook weer heel interessant. Dat is weer een heel ander nut van pigment. Wat ik het liefste wil is zeg maar mooie projecten doen met fijne mensen om me heen. En impact creëren en een boodschap overbrengen. En ervoor zorgen dat we met nieuwe innovatieve materialen bijvoorbeeld of systemen de wereld gewoon een stukje mooier kunnen maken. Ja, dat is mijn droom.